Welkom bij Veradé. Vandaag gebruiken we een muur, een yogablok of een boek als ondersteuning van onze houdingen. Oefent gerust tegen de muur. Laten we 1 minuut starten met de berghouding. Sta met je rug tegen de muur, voeten evenwijdig aan elkaar. Houd je bekken neutraal en trek je buik enigszins in. Strek je omhoog vanuit je rug, je ruggengraat uitstrekken tegen de zwaartekracht in. Duw je schouderbladen naar achteren en omlaag. Houd je armen naast je lichaam en maak gebruik van het gewicht van je armen om je schouders te laten zakken. Adem naar je buik toe. Door te ademen vanuit je buik word je vanzelf rustiger. De natuurlijke ademhaling. Borstspieren en quadriceps stretch. Draai een kwartslag naar rechts. Plaats je arm achter je op schouderhoogte, hand tegen de muur. Neem met je vrije hand je broekspijp, enkel of rechtervoet vast. Rekken van de borstspieren, schouders, armen en bovendijbeen. Blijf 1 minuut in deze houding. Breng je aandacht naar je ademhaling. Adem door je buik en adem ontspannen. Blijf je verder oprekken, zoals bij de berghouding. Andere kant, draai naar de linkerkant. Plaats je arm achter je op schouderhoogte, hand tegen de muur. Neem met je vrije hand je broekspijp, enkel of linkervoet vast. Borstspieren en quadriceps stretch. Gebruik de muur als extra hulp voor je evenwicht en voor verder en dieper te strekken. Je hebt nu meer tijd om bewust te ademen. Om meer aandacht te geven aan je houding. Blijf de opwaartse beweging houden van de ruggengraat. Draai naar het midden voor de godinhouding. Een wijdbeense squat. Plaats je voeten wijd uit elkaar en draai je voeten lichtjes naar buiten. Adem uit en zak langzaam door je knieën, totdat je bovenbenen bijna evenwijdig zijn aan de vloer. Breng je armen tegen de muur op schouderhoogte, ellebogen in een hoek. Beginners volgen het kleine scherm. 10 tellen vasthouden. En dan loslaten. Houd de rug recht. Focus op je ademhaling. Adem je door de houding in. Volhouden. Het is belangrijk dat je aandacht naar je ademhaling gaat. Laat los, kom langzaam omhoog. De driehoek. Haal diep adem en plaats je voeten wijd uit elkaar. Draai je rechtervoet naar buiten en je linkervoet iets naar binnen. Rol de schouders naar achteren en omlaag.
Hef de armen zijwaarts en horizontaal tot op schouderhoogte, waarbij de handpalmen naar beneden wijzen. Reik je rechterhand er verder voor je uit. En laat je romp meegaan. Adem uit en buig de romp naar rechts. En houd gelijktijdig de armen op één lijn. Draai de handpalmen naar voren. Een verticale lijn van linker ringvinger tot rechter ringvinger. Kijk voor je uit of naar je linkerduim. Ademen. Adem vol en rustig door. Gebruik de muur als een lichte steun. Rustig in en uitademen. Halve maan. Adem uit. En buig rechterknie. Linkerhand in je zij. Plaats je rechterhand op een 15 à 20 centimeter voor je rechtervoet op de vloer of op een yogablok. Adem in en verplaats je gewicht zodat je balanceert op je rechterbeen en hand. Hef je linkerhand omhoog, recht boven je schouder. Kijk naar voren of omhoog naar je linkerduim, wat prettig aanvoelt voor je nek. Focus is een van de belangrijkste elementen van de houding. Probeer je linkerbeen in een rechte lijn met je ruggengraat te brengen. Laat je ademhaling zo natuurlijk mogelijk komen. Zet je linkerhand weer op je heup en je linkervoet op de grond en kom langzaam omhoog. Andere kant, voeten wijd uit elkaar, draai je linkervoet naar buiten en rechtervoet iets naar binnen. Rol de schouders naar achteren en omlaag. Hef je armen zijwaarts en horizontaal op schouderhoogte, waarbij de handpalmen naar beneden wijzen. Reik je linkerhand verder voor je uit en laat je romp meegaan. Buig de romp op een uitademing. Houd gelijktijdig de armen op één lijn. Draai de handpalmen naar voren. Kijk voor je uit of naar je linkerduim. Adem rustig door. Probeer je van de muur weg te duwen, zodat je even werkt aan je evenwicht. Geef je over aan de houding en aan de stilte. Laat je ademhaling vanzelf gaan en probeer deze niet bij te sturen. Kom langzaam omhoog. Halve maan. Adem uit en buig je linker
knie, rechterhand in je zij, plaats je linkerhand een 15 à 20tal centimeters voor je linkervoet op de vloer of op een yogablok. Adem in en verplaats je lichaamsgewicht op je linkerbeen en hand. Leun licht tegen de muur. Hef je rechterarm omhoog, recht boven je schouder. Rechterbeen in een rechte lijn met je wervelkolom. Kijk naar voren of omhoog, naar je rechterduim, wat voor je prettig aanvoelt. Probeer even de muur los te laten, zodat je balanceert op je linkerbeen en hand. Ademen. Concentratie. Zet je rechterhand weer op je heup en je rechtervoet op de grond en kom langzaam omhoog. Ons laatste oefening, de vijfster. Benen wijd, rol de schouders naar achteren en omlaag. Hef de armen zijwaarts en horizontaal tot op schouderhoogte. Handpalmen omlaag. Buig de polsen, vingertoppen wijzend naar boven. Sluit je ogen of richt je blik op een vast punt, wat voor je goed aanvoelt. Houd je schouders laag en iets naar achteren, zodat de borst de ruimte krijgt om te openen. Reik naar de vijf richtingen, je kruin naar boven, je handpalmen zijwaarts en je voeten stevig in de ondergrond. Adem diep in en langzaam uit. Ontspan. Open je ogen, laat je armen zakken, schouderrol naar achteren, schuif teen, hiel, voeten iets korter bijeen. Laten we eindigen met een hoofdrol van rechts naar links. En wissel van richting. Schouderrol naar achteren. Wissel van richting naar voren. Oefen gerust tegen de muur als dat helpt. Zo, dit was het. En tot de volgende. Dag.